Ik wil in ieder geval u bij de volgende gasten welkom hier aan deze tafel. Ja, en burgemeester is zeker een wethouder, denk ik. Dus ik begin met de burgemeester van de gemeente Noord-East, de heer Kramer. Welkom aan deze tafel. Dank u wel. En ik, de heer Kempenaar vanuit de gemeente Dantimadeel, wel wethouder, maar wel behept met het onderwerp waar wij het aanstoen gaan stellen, neem ik aan. Dus op zich komt dat wel goed uit. En ik ben blij dat je er binnen. Het onderwerp is natuurlijk, het heel mooi woord heet ontvlechting. Maar het is eigenlijk scheiding. Ja, er is een vraagje tussendoor. Maar wie is de burgemeester van Dansverdiel uitnoemen, de heer Agricola. Maar die wie verhinderen? Is het nou zo, Kramer, dat een burgemeester van Lietse gemeente het drokker had als van een grote gemeente? Dat zo'n ja, een Agricola vreeg je maat. Maar ik vind het hartstikke leuk om hier te werken. Okay, dus wat mij betreft geen enkel probleem. Oké, dat ben ik niet van de scheiding, maar ik hier door de scheiding eigenlijk. Hè? Want jongens, we gaan bij uit Noir. En iedereen weet dat en iedereen schijnt dat echt te wollen. Tenminste, de gemeente Noord-East-Friesland, die had dat heel duidelijk zo. Ja, hoe maken we daar nou verder mee? Want hoe zou je hier zitten we hier weer en dan houden we weer over herindeling. Hoe maken we dat ha? Mag ik de heer Kemp, jou het eerste woord daarover, Jan? Ja, ik zie hem hier, hoe zei ze je net zitten, hoe herindeling te praten. Dus, nee, en waarom net? Omdat dit een opdracht is van Rie. Ja. Een visie die wordt voeren. Die wil alleen nog verder. Die wil zelfstandig verder. We zijn er in gezamenlijkheid mee, wat eerst uitkwam, dat we dat op deze manier doen. Dus wat mij betreft, gaat Dantemadeel gewoon zelfstandig tot het einde der dagen zo verder. Tot het einde der dagen? Ja, dan heel even voort. Ja. Ik denk net dat Johannes en ik hier dan nog zitten. Oh, je weet het, hè? Nee, maar hij komt als een dief in de nacht, wat zo. Hij komt als een dief in de nacht. Ja. Hoe bedoel je dat? Uiteindelijk staat in de Bijbel, pap. Maar dat ben ik bekend, mooi. Maar hoe bedoel je dat in een context, mooi? Nee, het einde der dagen. Hij komt het einde der dagen. Daar werd geen van hier dat komt. Dat kan me onwijs. Ja, nee, dat is terecht. En dat is zo nofelijk geworden, want dan hoor je het net meer over de ontvlechting te houden. Net aandronken, dat is het einde der dagen. Ik hoop echt dat Dantemadeel tot in lengte van dagen zelfstandig verder kan. Dat gun ik haar echt van harte. Ja, alleen een notie van landelijk, dat een hele oren tendens is. We zullen, hier houden we door. Ja, ik vind beetje ontvlechting vind ik echt net mooi, want ontvlechting, dat meer oren dingen. Maar uiten mag in. We hadden door huwelijken, we hadden door scheidingen, we hadden door tutsievrijen, we hadden door in het bushockey. Het bushockey hadden ze krijgt gewoon van onze columnist. Hè, dus waar gaat dit heen? Maar om te gaan, het is soms zo onhelder wat er eigenlijk gebeuren gaat. Die burger die wil toch graag weten waar we nou op een gegeven moment stonden. En dan wordt het wel heel duidelijk zo begonnen over Utenwander. Maar die burger die begreep er helemaal niks meer van. En dan wordt er zo begonnen totaal Utenwander. En dan blijkt het niet eens dat we op sociale zaken of op salarisadministratie, ga ik ergens lezen, dan blijven we nog wel wat een beetje bij Utenwander. Dus, ja, de CD voor jou en CD voor mij, ik begreep het net meer. Kun je hem daar iets over vertellen aan ons? En dan met name de bewenders, de inwenders van uw gemeentes. Ja, volgens mij weet op dit moment echt heel onduidelijk. Want de post van meisjes uit Dantemadeel moest bijvoorbeeld naar Kalm. Van bepaalde zaken moesten ze naar Dokken. Meisjes uit, normaal eerst wij dit voor dingen als jeugdzorg, WMO, vergunningen, we net aan boord maten. Dus volgens mij is dan juist helemaal net duidelijk op het moment dat je de meisje verdeeld hebt. En we hebben, ik nooit niet, en we hebben al praten, 26% van het eerste is voor het eerste, 24% of 25% is voor Dantemadeel. En in de praktijk komt het op deel dat bij sociale chiërs, maar ik bij gemeente werken, het 50-50 is. Nou, dat is net dat iemand erop moet is, omdat mijn koren loer te draaien, maar zagiet dat in de praktijk. En het werkt het net. Dus zie ik bij ons boerlui in Acht Kaspen en Tietzerksdeel, je zorgt het in gewoon orenpatten van, niemand kan twee heren dienen. En dat zie je dus ik bij ons ambtenaar kwam in de spagaat. De burger snapt het net meer, kijk uit de Kempenaar kon je had. Ja, en dan mag je maar kort uit de conclusie komen van, we doen het oors. Ja, maar we binnen over in de periode, in Friesland van 31 gemeenten naar 18 gong. Ik vergelijk dit proces van ontvlechting wel zoals de Brexit van Noord-East-Friesland. Van een regio Noord-East-Friesland. Van hey, dat gaat helemaal tegen de tendens in. En kan Dantemadeel straks als gemeente al die taken wil uitvoeren? Ja, hoe was dan dingen we dat net op deze manier? Daar is onderzoeken, ben daar naar dingen.
Dus wie ben van mening dat we dat kennen? Al je bijvoorbeeld, want er waren krijg neem van, het is een landelijke tendens dat er opschaald wordt. Maar er ben ik een algemeen die dat net door. Als de Omen Hardenberg gaat, die zitten in exact hetzelfde constructus. En die ben ik in goed overleg met Uttenwagang. En als het nog juist dat Omen toch goed draait, die had een goede ambtelijke organisatie te steen. Die had een goede organisatie te steen. Op bepaalde vlakken bij ze Hardenberg nog wel nodig. Maar Hardenberg, Omen, ik weer. Het is net zo dat het, maar, dat het een feit is dat opschaling altijd de redding is. Nee, maar volgens mij hebben we dat echt net zo in. Maar ik zie wel die twee gemeentes die het onder hem zitten, die binnen wel voortje vrij. Hoe nemen ze soks? Dus dat is in ieder geval de kant. De kranten net erg goed lezen. Nou, de maar laatst een referendum komen. Nou, de burger wil wel graag dat er wat gebeurt. Zo het net? Nou, dat maakt dan maar blikken. Maar. Ja, ja. Maar oké, daar is wel een beweging, laat ik het dan oors formuleren. Nou ja, zij geen krekkers uit, is het voorstel wel om ik daar de ambtelijke organisatie uit elkaar te lokken. Dus in die zin zitten die in hetzelfde schuitje. Ja, maar het had miljoenen kost om mijn wanneer komen op ambtelijk niveau. En dat kost nog ook bij miljoenen om uit te gaan. Dat is, de burger begreep er toch helemaal niks meer van? Nee, maar ik denk dat de keuze maken is in Dantemiel dat men zelfstandige bliuw wil, een zelfstandig verder wil. En dat maar we respecteren. Maar die keuze die is ook, de keuze om bestuurlijk bijvoorbeeld te verzeeren, is ik nooit maken. He, in het verleden, in 2014 volgens mij, had dan de hele keuze maken om ambtelijk eer te werken. Ja. Maar toen is het zijn, wie blijven wel bestuurlijk zelfstandig. Ja. Ja. Dus daar is nooit zwabber beleid in West. Wie had altijd als dan de deel zijn, wie blijven zelfstandig. Ja, alleen het is alleen nog hoe richten jouw tjenstverleningen. Ja. En dat is nog straks zoals als dat het de laatste jaar in West is. Ja. Nou, een reden de ontslechting. Ook betekent dat ook bestuurlijk beeld alles hetzelfde, maar de ambtenaren die eruit kwassen, maar we dat ook zien, hè? En nou maar dan moet het eigenlijk een hele nieuwe organisatie opbouwen. Komen die mensen nou al jaar uit de gezamenlijke ambtelijke dienst? Hoe maken we dat zien? We gaan nou aan weer een functieboek van de functies die we zelf nodig hebben. Dat is eigenlijk een goed overleg met wat er eerst gebeurt. Want wie moet opbouwen, maar dan moet eerst met de ombouwen. Want die komt daar net mij minder dienstverlening te zitten. Dus die select dat alles inrichten maken. En ik ga ervan uit dat we op het aantal vacatures dit we hebben iets van 600 reacties krijgen of zo. Wat denk je, Kramer? Zo aan 100. Ik wens je Jim Taal, ik zou zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk wel van. Dus eigenlijk is dat, je maar ze maakt eigenlijk een beetje van een gedeelte van het personeel, maar vanuit de gezamenlijke organisatie naar dan te bedoelen. Dat begrijp ik toch goed? Dat mat net, hè, dat ken. Dat ken? Men kan kiezen. En als nou steeds, ik zit gewoon even te vragen. Stel nou bijvoorbeeld dat er maar een heel iets gedeelte kiest voor Dantemadiel. Zit een Dantemadiel straks met mijn personeelstekwad? En wat is Friesland mij een oerschot om personeel? Of is dat net een scenario wat denkbaar is? Ja, dat lijkt me vrij theoretisch. Maar in het geval dat ze wij zo, dan hebben die ontvlechtingskosten niet. Wat ik helemaal kon verdelen. Maar ik denk dat Dantemadiel gewoon alle waardwaanzeel om een onttrekkelijke. En dat begreep ik ook, alle waardwaanzeel om een onttrekkelijke werkjouwer te wijzen. En ik denk dat ze daar een goed concept onder te lezen hebben. Wat mensen ik onderspreken zil. Net als ze niet in. Maar ik denk dat een pad van u mensen was is van hé, daar herken ik mij wel in. Daar wil ik wel nooit aan. Maar als een gemeente al iets wordt, dan is ambtelijk jongen de salarisschaal toch hek hoor. Of zo te verkeerd. Ja, dat kent, maar dat hoeft net. Nee. Want het personeel bij MH die is op een andere manier in schaal. Dus dat wordt aanstek nou wel een. Maar ja, het personeel dit wat eerst nou had, betaal je weer voor 26% mee in die hogere schaal. Ja. Dus dat is financieel. Daar zit er geen verschil in. Nee. Ik denk puur op de functieboeken vullen, wat Kramer ik aanjouwt, dan is het zo, wij vindt een personeelslid hem beter bij thuis. Is dat een lidse organisatie waarbij meer generalistisch werkt en meerdere dingen bijvoorbeeld oppakken maast? Of liever bij een iets grotere gemeente, waarbij juist meer vakspecialisten nodig best en grotere afdelingen haast. En dat zal elk zijn persoonlijke afweging wijzen. Ja. En nou ben je zei, we zijn met een functieboek bezig. Ben nou als de maaitietal weer, red je hem in januari 2024? Dat doen we alle waarom. Mijn wat eerst. Want dat is natuurlijk ook iets. Dat mag je ook in gezamenlijkheid oppakken. Ik bedoel, wie maakt je het functieboek? Dat is mij de secretaris van Dantemadiel. En wat eerst, die had ik continu wel ik overleggen. Want we zijn al qua nodig om de ombouw van wat eerst te realiseren. En de opbouw van Dantemadiel. Ja. Dus dat zijn 12 verschillende processen tegelijk eigenlijk. Hè? Dat, die dan plaatsvinden. Er is een tekort, hè? Om personeel, geen overheid.
Ik ben wat eerst en ik ben dan te bedelen. Op dit moment is het. Op dit moment is het wat eerst het had dan te bedelen. Ja. Zo is dat hier nog. Ja, ja, ja. 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 Nee, maar wat je ik doe, alle keer maat je een ontrekkelijke werkjouwer. Ik als zoon we bij elkaar bloeien, dan nog moeten we eens echt inspannen om goede mensen te krijgen en te houden. Dus wat dat betreft wordt de uitdaging net oors in dat opzicht. Nee, ja, ik bleef, hè, ik zit er nooit te denken. Hè. Je doet je best, hè, vooral van die burger, want ik loop vast net. Als je bij sociale zaken zit, of jeugdzorg, ik zal even een voorbeeld nemen. Jeugdzorg, en je gaat naar je Dantemadeel om dat te regelen. Of naar je Danwaardentaal, want daar zit het kantoor. Dat die burger dat net helemaal net in de gaten had. Het gaat toch volle meer om, hoe kun je mooi de zaken zo goed mogelijk behartigen in deze gemeente. En gemeentes. En hoe kun je die extra motivatie en met name ook financieel jongen richting de burger, dat zou aantrekkelijk mogelijk maken. En als je miljoenen broeken om samenwerking amperlijk en nou weer miljoenen broeken om te ontvlechten, dat is dan een hele rare situatie. Dat vraag ik aan de heer Kramer. Nou, dat weet ik net. Dat is een keuze, een politieke keuze die het maken is in Dantemadeel, die maar we respecteren. En die vieren we nou uit. Liek Wals, ik als zoon je bij elkaar bloeien, dan nog maak je alle waard aan om de burgers zo goed mogelijk te betjenen. Ik denk dat, niemand kan twee heren. Ik denk dat wij nou die organisatie, want wij moeten die belofte van de herindeling namelijk opschalen om dichterbij bloeien te kennen. Dat is iets wat wij nou van nou in januari volle kracht maar vooruit willen. We willen echt een ambitieuze gemeente wezen, ja, in dit pad van Friesland, waarin we sinds maar ik strategisch ontwikkeling kennen, dingen oppakken, de centrumfunctie van Dokkum versterken, maar ik naar Kalms in de leverlied op het Warpen. Daar hebben we vol faasje mogelijk en dan willen we net hebben dat dus ambtenaren elke keer dat gezeur zetten van ja, maar saffel dat dan en gedoe en elke keer werken. En daar willen we van nou, we willen verder, we willen bouwen aan de toekomst en daar willen we aan de slag. Maar okay. En daar heeft de burger het eindelijk volle meer om, nadat we elke keer zitten te hot te vielen, maar mijn koor van hoe het al gemaakt. Maar dan is met name de politiek, en ik begreep van u Dantemadeel, want je zegt heel duidelijk, Dantemadeel die wil dat graag. Die nou, het zijn twee punten van u Dantemadeel, denk ik. Het ene punt, dat is die bestuurlijke zelfstandigheid. En daar gaat nooit discussie over west. Nooit. Want in Dantemadeel is altijd zijn we blijven bestuurlijk zelfstandig. Het besluit om ambtelijk uit naar te gaan en net meer te werken, die hebben we gezamenlijk naam. Er is net een van de beiden die het zijn had. Dat punt hebben we gezamenlijk naam, want we zitten wel in één regio en we zijn maar op vlak en ja, ik ben nodig. Ik heerde heel duidelijk dat Kramer zei van Dantemadeel wil deze kant uit. Dat zou je zo krijgen. Nee, maar ik denk dat Kempenaar, dat doe ik zo, die bestuurlijke zelfstandigheid stiet net de discussie. En wij zijn het werkt zo net, dat hebben we ook al geconstateerd. En dus maak je die ambtelijke organisatie ook al helpen. Maar ik, de grondslag is volgens mij altijd de kiezer. He, want we gingen straks het gesprek hebben met Reetselen. Dus zei ze van, ja, wat is mijn mandaat? Bij ons werd het een duidelijk thema bij de verkiezingen. Dus wie haar een duidelijk mandaat kregen, omdat de partijen die voor de ontvlechting winnen en voor een zelfstandig ambtelijk apparaat, die winnen de grootste. Ja. En wie ben dan maar nederige dienaars van datgene wat die mensen zeggen? Ja. Ja. Dat is weer, dat ben ik maar in. Dat is natuurlijk altijd politiek, wordt dat invult. En daar ga je als wethouder maar uitviering op te gaan, dat klopt. Nou, even door de eigen heer, hoe stuurt Noord-Is Friesland, de regio dan, hoe 10, 20 jaar uit? Hè? Ik bedoel, dezelfde discussie, je zei het al, speelt ook in die Tjerkstreel acht Karsplan. Ben daar ook gesprekken met Gende, vanuit Noord-Is en Dantemadeel, van hey, omdat we nou dezelfde discussie hebben, misschien kunnen we gezamenlijk iets? Nee. Nee. En zeg je het landschap van het aantal gemeenten, zeg je hem dat hoe 20, 30 hier nog, dat er nog steeds 6 gemeenten in wat is? Nee, daar hebben we natuurlijk heel leuke bespiegelingen aan gehad. Maar wat dus burgers willen, is dat we een slag gaan. Een slag gaan met de leverens, maar het sociaal domein, maar de squalen, maar de economie, maar het klimaat. Nee, maar maar de burgers zitten net te wachten dat we elke keer weer malko zitten, hot te vielen wie, maar waar en hoe en wat. Maar zit de burger wel te wachten om 2 miljoen euro? Nee, die wil dat we een slag gaan. Ja. En dat is ik wat we doen. Dus eigenlijk is jou ook van, je zijn twee heren die dat kind eigenlijk net. Nee. En je bent ook van hoe zorgen dat al die ontvlechting straks succesvol voor ons is, dat beide gemeenten slagvaardiger worden. Ja, ik hoop het al. Ja. Ja. En daar doen we het best voor. En dat zullen Kempenaar, ze stjonken het best, want de Germo is in college, omdat ik voorzien meer skip te realiseren, zodat wij dat ik doggen. En we dat kennen, helpen we elkaar, maar we gaan wel apart verder. Ja. En ik beproef wel, want als die. Ja, ik zie een beetje qua beeldvorming van die twee gemeenten komen wel wat ruzie aan. Maar als ik je zou praten, dan is dat dus helemaal net het geval. Wij kennen als de blommen.
Dat is prachtig om te horen. Ik ben in regio. En is het extra van dat je hem straks naar 2024 bij de regen namelijk hoe is het? Eerder gewoon nee, nog. Nee, dat, er is binnen nee. Gewoon goede verhoudingen en die samenwerking op bepaalde punten ja. Kent gewoon. Absoluut. Oké. Ja, maar dat hebben we echt net met dit jaarlijkse deel in Acht-Kaspelen. Daar ben ik wel dat we gezamenlijk oploeken richting provincie bijvoorbeeld. Dus dat is best wel qua wel weer nodig. Ja. Maar wij loeken, en wij werken hier met water, ook als het gaat om landbouw. Maar we zeggen ik naar Lauwezee, de Fiskerstof, ik met onze vrienden in het Hoge Land. Dus ja. Het is net zo, wij willen met Elsen in Geer werken. Dus natuurlijk met Dantemiel, maar zo zitten wij net in de wedstrijd van Simmekoor en Emmekoor, maar wat schouder in Sim. Nee, zo werkt het net. We moeten de Maalkoor wat van deze regio. Ja, oké, maar die doet ook vrege, kijk. Dus ja. Dat ja. Omdat hij er. Ja. Ja, in Anno is dat extra natuurlijk. Ja. Maar dat ik maak een andere opaardbaardje richting provincie of overheden. Omdat, want dat helpt toch wel, want dat is eigenlijk weer de kracht en het sterkte van deze hoeken. Precies. Ja. Ja. Ja, nou ja, we praten over sterkte, alleen je hebt toch gewoon een aantal dingen ontvlechtje. Dus ja. Dat, ja, dat is best wel een ik bleef het een moeilijk onderwerp vinden. Puur om het feit dat, dat je als burger daar heel oor ziet staan. Maar goed, politiek is daar belangrijk in. Joost zei ze wel dat de burger er oor ziet, maar de burger in Duitsland die burger blijkbaar net oor ziet, want die had dat zijn. Ja, ja, ja. Nee, ben dus die stiert er net oor. Nee, ben ik helemaal mooi in. Jo had daar helemaal gelijk in. Ja. En daar werk je ook voor. Ja, precies. Wel, ja. Ja. Dat had denk ik niks met salarissen nu te stemmen. Dat er als die ontvlechting is, dat er aan ineens minder mensen op zijn ambtelijk jongen of salariskaal. Dat had er helemaal niks met een maatje. Nee, hè? Nee, dat valt af. Nee, dat, nee, want ik denk net dat in een verkiezing bij de burger nou het punt is om te kiezen voor. Dat denk ik ook net, nee. Dat ga je me voor de tweede keer te pakken. Dus ja, ik denk net dat ik had ik een vierde rijd met Jim Twan. Maar oh. Misschien dat Hans nog... Nou, je weet dat met mijn waar aan, hè? Ja, ja. We komen heel aan. We komen heel aan. Je redt het wel. Ik denk dat je net helemaal de antwoorden kreeg die je ook verwacht. Oh ja. Ik denk dat dat het is. Nee, maar wij vinden het een heel nieuwsgierig proces. Waar volg je tegen? Want het is net alleen omdat... Het is een vrij uniek proces in de wereld van... Guttenwurm van gemeente. Dus het is een hele nieuwsgierige... Maak je toch even corrigeren. Want ik denk, om een Hardenberg, maar ik en Wassenaar, de Belgemeente. Er zijn heel soort, maar een soort tamtam van dat soort geerwerkersverband. Hebben bij het bestuurlijk zelfstandig, maar ambtelijk bij elkaar kwam. En je zegt benauw oeral dat eigenlijk net werken. Dat het onduidelijk is, dat het frustratie jouwt, en dat het weer uitgekoor helpen. Dus in die zin is het net zo heel verwonderlijk. En ik heb begrepen dat met name die centen, ik wil de broek weer om met name de ambtenarijen weer een extra push te Jan, want dat ga ik in de steken lezen. Dus ja, in de ontvlechting hoort ik wel in. Ja, ja, wij wilden dat dus van oud, dat we elke keer zitten. Het zit te hot, maar hoeveel maakt nou een Dantemiel en dat net goed rent, omdat Dantemiel toch een andere manier van besturen heeft als wij. En dan willen we u ambtenaren zich in bescherming, want wij willen onderslag. Wij willen echt deze gemeente, wat is Friesland, op elkaar zetten. We willen vooruit, we willen ontwikkelen, we willen aan de gang met het klimaat, met de economie, met de squalen en al. En daarvoor hebben we echt nodig dat die organisatie echt die slag maakt om meer professioneel, meer naar boeten te Maalkoor te werken. En daarvoor moeten we gewoon van dit gedoe houden. En van oude in januari kennen we dat verder mooi. Dus als ik goed beluister, dan is het eigenlijk zo dat eigenlijk beide gemeenten heel innaam binnen mij dit besluit. Eigenlijk. Ja, hoe doen we het dan net? Nee, maar er is wel een beetje het beeld van Dantemiel neemt Aski. Tenminste, dat beeld die ik. Nou ja, dat is natuurlijk. En dan ben ik best mensen geweest die zeggen van God, dit hier om mij net hoog. Dat best. En je doet dit net omdat je daar zo blij van worden, maar gewoon wel omdat we Maalkoor die constatering maken hebben van dit werkt ze net. We kennen beter Maalkoor Utelkoor in. En dan kunnen we misschien dan echt voor uw eigen gemeente stingen. Ja, en daar is ik lef van nodig. En ik wil je tegen dankzij van dit gesprek. Graag hier. Blijf wat volg je. Succes in de komende landen. Dank u wel. Succes erbij. Ja. Welkom Femke Wiersma en Verde Breusma. Twee inwoners van onze gemeente. Wiers kreeg over een grotere schaal. Nou, zij van Tjintburgers de inwoners straks. Op een grotere schaal, namelijk in waarschijnlijk straks in gedeputeerde staten van de BBB. En Verde Brilsma is statenlid van de FNP.
dat eindigt al heel snel. Daar komen we straks even op waarom. Maar we willen graag even van je beiden weten hoe hij hem de verkiezingsuitslag, hoe hij hem dat ervaren. Ja, nou, dat is just me, hoor. Dus ik zal wel even, even beginnen. Ja. Nou ja, de jonge van de verkiezingen zie ik zelf bij Jinek aan tafel. Dus ik hoorde het helaas net. Wat mijn... vind je mooi hier bij ons als bij Jinek? Nou, dat... Wij zijn toch al leuke kerels. De recensie komt altijd achteraf, hè. Dus had je hem even goed je best doggen, dan krijg je maar net ont als Tjern nog even te jaren. Nee, maar wie staat dat we natuurlijk wel verwachten, en zeker de peilingen in het Aron Ier, die wees wel uit dat BBB in een aantal provincies ja, wel kansen maken om de grootste te worden. Maar ja, ze altijd een plattelandspartij eigenlijk, nou ja, dat zal net verbazen dat in de peilingen, in het Ier de Var, eigenlijk in de verstedelijkte gebieden, daar win we net de grootste partij. Ja, en ook net de tweede, soms de derde, soms nog leger. Maar ik zie het er in ja, de Hassan Hoerskeer, maar daar zit ik te wachten. En toen kwam de eerste exit poll, die kwam op het beeld. En dat wie Noord-Holland, waar we eigenlijk nooit de grootste partij was wien. En nou ja, daar kwamen we dus vier wij, de grootste partij, kwamen we eruit. Dus toen dacht ik wel van, oh jeetje, wat gaat hier gebeuren? En ja, uiteindelijk is BBB in alle provincies de grootste partij geworden. Dat is natuurlijk nog nooit is dat eerder gebeurd. En ik denk, ja, mijn partij is wel degene die nou won had. Maar eigenlijk is dat omdat de politiek de Aron jaren de burgers verlem had. En dat is eigenlijk wel heel treurig. Dus ja, enerzijds, ik zit er wat ambivalent in. Ik ben natuurlijk heel blij dat wie ja, nou zien litten kennen, wie meidje kennen, is best te verdwanen in ieder geval. He? Dat wat we willen, om dat te bewerkstelligen, het is wel een hele grote verantwoordelijkheid. Hier in Friesland zijn we ook vier wij de grootste partij worden. En wie ben de kleervaar? Ik ben wel heel blij. Wie ben je al 2 jaar bezig om dit dat te redden? Dus er staat ook echt een team kleer. Ik ga ook nou he, vanuit de provincie, alle andere partijen van, nou, we zijn blij dat je hem dat toch wel gedegen voorbereid had. Dus ja, we hadden zin in, maar het wie wel een monster. Ja, een monster bij. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig, want toen zie je in de huiskamer bij Jinek. Ja. Ja, en toen zei ze de uitslag in Noord-Holland. En toen dacht ik, heen, ik weet zeker dat Friesland daar doorheen gaat. Toen dacht ik, heen, er is fractiemedewerker nou bij BBB in Den Haag. Ik ben parlementair beleidsmijwerker. Ja, alsjeblieft. Ik ben de tweede achter Caroline. Dus Caroline die zei voor te dijen naar de verkiezingen in 2021. Ja. Ja, het is wel handig als de oasen dan echt in Den Haag komt. Want, ja. Maar ja, dat toen in die huiskamer, dat nou net, oh heen, nou maak ik naar Friesland daar? Nee, dat dacht ik net, want ik had die keuze al volle jaar te maken. Ik ben al 2 jaar lang bezig geweest om hier dus in Friesland een fractie op te bouwen, een partij op te bouwen. En ik had denk ik Orel Ierlien al dacht, ja, hoe ken ik mezelf van waardemeidje in Friesland? Ek van mijn partij. En ja, het statenlidmaatschap, dat is natuurlijk iets dat dost erbij. He? Want ik werk in Den Haag, ik ken daar net een dag minder werken, dat werkt het gewoon net. Ik ben daar zondagen in de week eigenlijk wel mee bezig. En statenlidmaatschap der Biedwan, dat is zeker in mijn situatie als mem alleenig in Holwert. Ik ben gemiddeld 3 uren onderwijs om op kantoor te komen. Al dan een tier zie nog 3 uren en dan 3 uren weer waarom. Dus dat ken ik er net Biedwan, maar ik dacht wel van ja, mocht het zo wezen dat we in de coalitie komen, dan ken ik wel deputaire kandidaat wezen. Dan ken ik dus wel mijn, nou ja, ik weet net, van sommige Friesen wie ik al wat een bekend gezicht. Dus dan kan ik dat wel inzetten om te helpen, BBB Friesland op wij te helpen. En dat is een keus, een kaart die haak ik net lichtzinnig maken. Ik had er heel lang over nagedacht. Uiteindelijk het ECON bestuur van Lijn, die hing me eigenlijk ook wel in de tweede kermisje. Dus zag van, denk daar even goed over na. Want dat wie mij vragen, de tweede kermis, stel dat... Nou, leg het even bij de steden. Ik wil eerst de hut. Leg het even bij de steden, want... Ja, ik vind de tweede kermis ook heel leuk om te praten, ja. Dus, ongetwijfeld, ja. Brilsma, FNP, een van de weinige partijen die ik net zetels won had, maar wel stem. Ziet in het college en nog val je met boeten. Ja, dat had ik goed constateerd. En hoe, wat vind je daarvan? Ja, dat is een kar van eigenlijk de grootste partij. En die hebben wij te respecteren. Wij zijn al heel blij dat wij in het geweld van de BBB, die wij trouwens die ook wees bij dit verhaal, oerijnbleun binnen.
Want de landelijke cijfers die waren op 1 of 12 rus. En nou, we zijn gegroeid. En nou, daar ben ik gewoon heel blij om. Dus ja, de kiezershuis was waardeerd en hij is wel op een plak deel zetten. Ja, zijn BBB konden we net op. Zij eerlijk maar bewijzen. En dat is nou een kar van, ja, van de BBB om u er wel of net bij te halen. En daarna zeg ik gewoon, ja, waarom had ze dat hierna? Nou, ik verbaas u er eigenlijk wat toe, want je hebt natuurlijk een protocol overeenkomsten, hè, programmatisch. Lelylijn, beide partijen, wat, ja, wat net uitermate uitgesproken, ja, ik het samar sissen. Leefbrunst zit in beide programma's heel heeg. En nou, Jerry, constant wat van dat er iets met de fractievoorzitter van de FNPV, van die zoen net goed lezen, dan zie ik het even, mijn eigen woorden, maar speelde dat een rol bij de keuze? Nou, wie haar u's, als ik over het formaat, het verkenningsproces praat ik in, dan Christoffer die had dat dien. En wie ben er helemaal blanco ingeën. En daarin ben eigenlijk alle coalitiewaardige partijen die ik onjoen had dat ze besturen wollen, die ben daarin jet. Daar ben ik, alle partijen ben ik vregen van mij waar zou je een eventuele vervolgcoalitie zitten. En daarin hebben we eigenlijk heel vrij zien wat ben dan de meest logische combinaties. En daar is wel ja, deze combinatie uit voortvloeit. Ja, zie je het ook bij de informatieronde, zeg maar nog net bij de volgende stappen, daar zit het ook net bij? Of? Nou, ik had er bij de informatieronde eigenlijk juist net bij zitten. Dat is echt, Christoffer had het die maar u ze noemen 1 en 2. Of nou ja, 1 en 2, die ben correctie, ja, als de orenpartijen uiteraard. In de echte onderhandelingen, daar zal ik wel, omdat ik de eigen eerste deputaire kandidaat ben, wel een rol spelen. Ja. Dus daar ben je nou mee bezig. Ja, dat begint nou. Zit er een tijdspad aan of zo? Of is dat heel makkelijk? Nou, nee, dat had ze voor het tijd nodig. Als je het binnen dan weten we het wel, denk ik. Als je hem witte witte reek uit Ljouwt opstijgen, dan weet je hem. Dan weten we het. Uit welke? Hing het een beetje van de wiener over het zinken, ja. Maar ja. Wacht je dat al? Ja, door bist kandidaat gedeputeerde, BBB, gruste partij. Waar zitten straks wijzigingen ten opzichte van van de huidige coalitieakkoord, wat nou is? Wat merken we straks ervan dat de BBB in deze coalitie zit? Wat merken we daar als inwinner van? Ik ben op dit moment vooral zit ik heel goed in de landelijke politiek, dus ik maak daar echt nog even een beetje in schakelen. Maar ik denk dat als je nou al een week eerder een brief verstuurt, wat wie graag willen als BBB is dat Friesland weer echt de landbouwprovincie wordt die ze wie. Als dan juist heer Hoogland die had nog correct een, er zit een passage in de brief over het groenwettenpeil, dat soort dingen in veengrijde gebieden. Wie had daarin wel wat een oren koers. En ik denk ook dat het gaat om, we binnen het vertrouwen van de burgers binnen kwietrekken. Dat is eigenlijk iets die willen de zichtbaarheid van de provincie, willen we wat zichtbaarder meidje. Als het gaat om, wat we belangrijk vinden is dat de verzwarger wordt, dat de meerskip, de meesten die er al binding hebben, met de provincie, dat die ook onspraak meidje kunnen jedder op wenningen. Dus dat zijn wel thema's waar we het om werken willen. Dus landbouw, wenningen, maar ook de energietransitie. Dat maakt wat u betreft al je heel regionaal die in worden. We willen geen grote, we hebben ook een energieladder. Dus dat is op zich, functioneert dat ook wel. Dat zijn wel onderwerpen waar we mij ontslag willen. Oké, nou helder. Mag ik Breusma maar wat vragen? Ik voel bijna van mijn stoel deze week toen de kranten even die. Breusma is drie weken stedelid en hij houdt alweer op. Wat is dit, Breusma? Dit is toch. Ja, volgens mij staat dat heel duidelijk in het bericht wat wij die inhouden. Wij hingen erop rekenen en zei eerlijk, ben ik wel dat wij in de coalitie zitten zoen. Wij hingen op 5 zitten, hoop die hebben we net gekregen. De nummer 5 is een bijzonder betoefd persoon, ik financieel zien. En het leek mij van de fractie, vind ik het de fractie beter, maar het is op initiatief van mij gebeurd, om die persoon erin te halen. En ik bleef gewoon verruilen van plak, op bewezen van spreken. Ik bleef gewoon mij draaien, alleen dan net als statenlid. Maar dan als commissielid? In ieder geval in de fractie. Ja, maar kun je je voorstellen dat vooral, want meestal stemmen toch vaak op een regionale kandidaat,
jou wie de FNP-kandidaat uit de regio Noord-Oost-Friesland, dat je nou, jou hier echt meer dan 600 vak is. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Maar die enorm teleurgesteld bent. Nou, dat blijkt uit de reacties net. Want als je dat goed uitleest, dan snappen dat heel goed. En de nummer 5, zeker een man van die wat griezer is, haal ik alle vertrouwen in dat hij de stemmen die op mij jong binnen, hij dat heel goed vertalen zal. Ja, maar dit bloot apart natuurlijk, Broosma. Ja, in jouw eigen misschien wel, maar... Ik denk net alleen in mijn eigen, maar ik denk in hele productie hun eigen. Oh, dat zou ik kennen. Jou gaat misschien een referendum dienen op deze. Dus nee, de reactie die ik krijg, die ben over het algemeen heel duidelijk. Natuurlijk, maar ik gun je ook alles. Nou, daar ben ik blij om, papa. En dat weet je ook. Alleen het hinder richting de kiezers natuurlijk. En vooral dat je op voorhand denken dat je er maar 5 zetten in komen. Dat is dan eigenlijk een gedachte die je van de volgende misschien net hadden hier. Nou, misschien hebben we dat achteraf wel oorsdwaan hadden. Maar op dat moment hadden we dat zadien. Ja. De BBB hier eerst ik dacht bij een stuk of 6 zonder in te komen en die komen er met 14 in. Ik bedoel, de kiezer spreekt erin en dan maak je respect voor haar en dan maak je de beste oplossing voor de partij zie je, denk mij. Maar heb je nog wel een beetje respect voor die 600 kiezers op jou? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Is er iets misgegaan bij het samenstellen van de lijst dan binnen de FNP dat nog opeens plakjes verwisseld door de matten? Nee, dat denk ik net. Je hebt een bepaalde oorname, je hebt een bepaalde doelstelling. En dat probeer je handen voor te gaan. En dat deed je dan wat anders dan dat je hopen en verwacht je. En dan mag je op basis daarvan weer de zaken bijstellen. Maar goed, het bloot. Hè. Ik ga net een referendum niet in Broos, maar dat weet je. Maar ik lees de kranten wel. En je gaat keurig zijn hoe je erover denkt, maar... De pers had daar al wel wat over meningen over. Ja, maar de pers had wel vaker meningen. Wat ik denk van, ben ik in die vergadering geweest. Ja, maar goed, dat bloot dan. Hè. En dan met name Jim Voorganger, die wordt daar wel een aantal keren toch wel in neemt. Ik herken dat net. En ik herken het ook net in de verslagen, want ik ben zelf net bij die gesprekken geweest. Maar in de verslagen wordt dat net één keer oerept. En had dat een argument wijzen zoer, dan hier ik verwachtte dat dat in mij de formateur of de informateur, dat ik duidelijk zijn wie. Nou, daar wordt verslag van maken. En daar schur ik niks in. Dus ja, de Leeuwarder kranten had dit ter berg gebracht. Mijn anonieme verhaal en ik vind dat eigenlijk net zo sportief. Okay. Ja, maar daarom vregen we er even naar. Ja, daarom ben ik blij dat ik dat uitlees. Ja, hartstikke mooi. Ja, maar we hebben uitnodigd. Alleen toen we je uitnodigden, toen wisten we nog net dat dit er onder komt. Nee, maar het leven is helemaal verorie. Toen waren we extra blij natuurlijk. Ja. Ja. Ook voor de vrouw Eerst maar hetzelfde. He, het is hartstikke mooi dat in Uus, want dan mogen we al een beetje naar Uus stijl loeken. In de gemeente waar eerst Friesland winning winnerst, zou ik het zeggen. Ondanks dat de trein heel oer is naar Den Haag. Ja. He, dat werd haast wel beter, want Ljout Holwert is nog wel te doen. En dan krijgt natuurlijk een chauffeur. Dus dat is wel weer extra. Ja, maar nog even door de coalitie. Je bent toch heel nieuwsgierig de Partij van de Arbeid erbij. Uitgesproken mening over de stikstofwet. Ja. Zwier verliefd met GroenLinks. Ja, ik dat nog maar. Dat wie ik net zoiets als een ontvlechting. Ja, dat is nou ook een ontvlechting. Wij gaan wel even wat maaiwerken om die ontvlechting natuurlijk in dat kader. Natuurlijk. Maar je nergens om. Maar de PvdA is wel de tweede partij in de provincie. Dus ja, als je het haar oor jeugd van oor de verkiezingsuitslag, haar hun wel 5 zitten. Hun binnen de tweede partij na u. Er winnen een aantal opties. En daarin had eigenlijk ik de PvdA, sure, wie gaan best wel eigenwijze fractievoorzitter in Den Haag zitten. Die had natuurlijk, zonder dat echt met alle provincies al te stemmen, de brekpunten voor u al even communiceerd. Ja. In een aantal debatten. Dat is aan de ene kant denkst van dat wordt misschien heel lastig. Maar aan de andere kant, juist ik net. Want de PvdA die wil wel graag, maar u sympathieert oer coalitievorming. De komende weken zal dat uitwezen, want ze weten wat uw brekpunten binnen. En ze wil toch maar eens impeteren. En dat zijn hele harde punten voor u, dat is in alle provincies is dat zo. Dus ik geef ervan uit dat er ruimte is voor wetten bij de Wien. En daar zullen we de komende weken achterkomen. En ooit zijn er altijd weer oren opties natuurlijk. Dus ja, die leest. Ik denk dat die eigenlijk nou komen kennen. Oren opties. Misschien nee, ik zou je nou net zitten, ik had er vertrouwen in dat de huidige partijen, maar had hij er natuurlijk het kind dat die er net uitkomen. Ja. Nou, dan komt dat is altijd een optie. Beeld. Wil je toch weer stetel in, Heintje David zit er neer bij. Nee. No.
Ik hier op papier staan, Heintje Davids. Ja. Toen zijn we dat over net, want Heintje Davids, dat die. Nou, dat ik er nog niet. Nee, dus, nee, dus, dat maar nou, stel dat je straks gedeputeerde wist. Gedeputeerden komen denk ik een stuk of vier. Je zult ongetwijfeld twee claimen. Rechtvaardig je de uitslag, denk ik. Om rug te dwan aan een verkiezing. Ja, zo dat net heel, heel nu verwijzen. Ja. Nee. Maar ja, die moeten dan de taken onderling verdelen. Ze werken dat. Wat voor taken lieken die hartstikke leuk als, om als gedeputeerde op te pakken? En welke taken zei ze van, nou nee, dat is niks voor mij? Nou ja, als je uiteindelijk wordt trouw DS, wordt de portefeuilleverdeling verdienen. Dus ik wil er eigenlijk net te volop vooruit rennen. Maar ja, het mij geen verrassing wezen dat ik een heel groot hart heb voor onze loonbouw in Friesland. En ik denk ook dat, nou ja, we hadden toen vakkenstemmen hoor hier. Ik had 8200 plus vakkenstem kregen. Ja, die had ik wel afstien, omdat ik zei, ja, ik ben natuurlijk de laatste op de lijst. En toch zijn volle stem. Ik hoop mij dat mandaat wel als een altijd DS inkom. Ja, dan zit ik daar van mijn gevoel wel mijn mandaat. Dat is, zo werk ik nou echt in Den Haag van mijn gevoel. Maar natuurlijk, ja, de loonbouw lijkt me heel dicht onthad. En ja, het lijkt me heel logisch dat ik dat ik op mijn nemen zeel. Ja. En daarnaast ben er een heel soort portefeuilles waar ik echt wel wat bij viel. Cultuur. En, cultuur. Ja, tuurlijk. Ik vind dat van Friesland ook heel belangrijk. Ik denk net dat het sport iets is wat... Het staat net in je verkiezingsprogramma namelijk. Dus ik denk, nou, dat vond ik wel heel apart. Is dat zo? Nou, dat misschien net zo beneden. Want we hebben wel echt wel een visie op cultuur. En de leefbaarheid, het meerskip, die prachtige woorden die weer in Friesland hadden. Zit er al hierin. Ja, nou, dat zit er echt wel in. Nou, ja, ik had krek nog even besjoen. Nou, ja. Dat zou best kennen, maar ja. ik had helemaal lezen en het voelde mij op dat er dus Control H en dan kun je op zoekwoorden even het document trotsie. Nog een gratis ICT-cursus. Ja, dat is van deze jongeren, even een tip onder andere, dat is heel makkelijk. Ja, is ik zoek het aas nog even naar. Ik zal Control zeg hem even niet. Ja. Okay. Ik zeg hem bedankt. Ja, nou, dat je de tijd zit erom. Ik wil je hem hartelijk danken, Sissen, van je komst. Ja, en van je sportieën, hè? Dank voor je. Wij hadden als laatste gast aan de tafel Johan Talsma. Hartelijk welkom. Ik wil een persoon in de gemeente Noord eerst die bij ons cultuur en ja en dus inwoners past dus in ieder geval mooi dat hij er wijze woest. En wij hier met Johan hebben vregen om een aantal dilemma's die wij trokken akkerie willen om dat met hem trot te nemen. En dat had Johan, meneer Talsma, dit is moeilijkheid. Ik met meneer Talsma zei, dat had het daar zijn, om dat mee te nemen. Daar viel ik echt wel voor, neem ik aan. Ja, ik ga vragen van tevoren, wat ben je de lemmers, maar dat kreeg ik niet. Dus, nee. Ik wil er bij jou komen en dan denk ik dat een domme vraag is, zeg ik volgende. Nou, ja. Ik zal die een aantal stellingen, een stuk of 30, op dilemma's voorlezen. En natuurlijk, als je denkt, nou geeft met de maal, dan moet je heus wel passen. Hè? Dat moet je één of twee keer. Twee keer, soort Hans. Nou, dan wist het maar. Nou, daar ben ik zelf wel naar bij, maar dat is wel. Ik stond wel lever maar die jongen baard aan. Ik stond lever maar die jongen baard aan in de boxring. Dus dat is dat ik duidelijk wijzen. Maar ik hou wel vertrouwen in hem, dat komt goed. Dat natuurlijk. En we zitten in een politiek café, dus we proberen het eigenlijk op de mooie manier en de leuke manier hier te houden. Nou, mooi. Dus ik wil eigenlijk maar beginnen met de stelling en meneer Talsma. Vind je dat goed? Ja, zeker. Als ik zeg Ajax of Feyenoord? Zeg je Cambuur. Ja, dat begint het al. Dat begint het al, direct bij de eerste dilemma. Nou, dit voorspelt veel goed. Ja, ja. Nou vooruit. Deze kunnen we om erin te komen natuurlijk. Okay, hè? Ja. Een gekozen burgemeester of een benoemde burgemeester? Een gekozen burgemeester. Klimaatverandering bestaat niet of klimaatverandering is onzin? Onzin. Vliegveld Lelystad of de Lelylijn? Lelylijn. Thierry Baudet of Carolien van der Plas? Van der Plas. Nou, het eerste is de grid. Is grid groot genoeg? Of op termijn verder herindelen? Ja, ik ken hem een reepje bij. Daar kan wel een? Reepje bij. Een reepje bij? Ja, ik denk dan te maar aan zijn trein snijden, dan hebben we dan een hoekje bij. Oké. Nick en Simon of Akte en de Munnik?
Ik ben een munnik. Wethouder Soeboer of wethouder Braaksma? Braaksma, hè. Daar kijk ik het meeste mee. Ja, duidelijk. Geen alcoholverkeer in de kantines of dat wel doen? Nou, net doen. Net doen. Ja, persoonlijk, hè? Nederland, ja, Nederland moet in de EU blijven of we moeten Nexit doen? Nexit. Nexit. Voorkeur voor de oppositie of voorkeur voor de coalitie? Dat hangt er van af. Wat kun je nou aan het zeggen? Even kijken waar je het op vraagt. Ik vind oppositie mooi, maar ik denk dat wij een coalitie ook zo'n kennen. Wij zijn de barmhartige Samaritaan in deze gemeente. Alsjeblieft. En het laatste dagen en we gaan ze al jij deze jong. Ja. Ja. Bier of wien? Bier. Bier. Meer vrouwelijke bestuurders of wat maakt het hier niks uit? Ja, meer vrouwelijke bestuurders. Oké. Okay. Ja, en daar stier er al. Cambuur of Heerenveen? Daar stier er al. Cambuur, hè? Ja, ja. Ik denk nog zullen we wel Ajax zeggen, maar nee. Nee. De gemeente die verzekert alle evenementen die we gaan en is direct verantwoordelijk voor of men lid het aan inwoners over. Als gemeente probeer je dat aan te dekken. Aan te brekken? Aan te dekken. Aan te dekken. Ja, ja. Ah, mooi. Economie boven groei, green, sorry. Economie boven green of green boven de economie? Economie boven green. Omnivereniging of zelfstandige sportvereniging? Ja, lastig. Zelfstandig. In de toekomst wethouder of nooit wethouder? Dat is ook heel lastig. Ook nou zei ze ook een nou bestje net. Ondernemers voor mooi. Koffieshop in de gemeente Noord-Oost-Friesland of geen koffieshop? Dat is aan de inwoners, dus voor koffieshop in de gemeente. De afstand naar de burger is groot in de gemeente Noord-Oost-Friesland. Of die is net zo? Net Leeds. Die is net Leeds? Nee, ik denk dat u er hier heel dicht bij de meeste staat. De boer of de natuur? Boer. Trump of Biden? Trump. BBB in college provinciale staten of de FNP in de provinciale staten? Hij is dit hier. BBB, hè? Daar had de kiezer bepaald, dus ik heb het nog hennen. De lust is naar de kiezer. Nou, daar hebben we niks over om te doen, dat is zo. Democratische beslissing. Dus, maatregelen tegen stikstof, die ben nedig, oh, dat is onzin. Grutte Kolder. Politiek links of politiek rechts? Rechts. Vakantie in Valkenburg of vakantie op Ibiza? Ja, voor de beurs is beter om in eigen land, hè? Doe maar Valkenburg. Oké. Okay. Slayer of Metallica? Dat is heel lastig. Ik vind ze beide mooi. Metallica. Metallica. Dat wisten we. Dualisme. Geen wethouder bij de eigen fractievergadering. 100% eens. Of? Ja. Dat hoort naar de jaren. En het vond ik wel mooi. Subsidie aan de Brune Cafés. Hè? We willen in Nederland. Of ja, subsidie aan natuurwinkels, zou ik eerst denken. Nou, dan, ik ben helemaal geen subsidies huis, maar dan subsidies aan Brune Cafés. Wispelturig of standvastig? Standvastig. Jezus. En als laatste, Forum voor Democratie of Ja 21? Beide net, BVNL. Nou, ik vreeg je Hans even over als het twee keer post had, maar dat weten we net helemaal zeker. Maar goed, Ja, voor mij had het twee keer post en een paar keer onzinnige antwoorden doen. Maar ja, Dat hele niks. Ja, maar dat is van de andere kant, ik zag. Hè? Dus ja. Dat mag je maar weer verliefd nemen. Precies. Ja. En moest ik nou ergens op waarom komen op die stellingen die we zet, hè? Nee, want het is alweer wat in een grappige sfeer. Dus we kunnen alweer op inhoud gaan, maar daar hebben we nog geen zin in. Nee? Ik denk dat we maar een bierkje doen, maar aan de bar. Dat ben ik maar mee eens, maar Hans wil afsluiten. Dus, nou, een stelling. Bier on de bar of nog een stelling? Wat doen we een stelling? Shit. Ja, nou moet je hem bedenken. Ja, nou wat kun je bedenken. Ja. De binnenstad van Dokkum, autovrij of alle auto's staan litten? Nou, dat is ook weer een hele... Het is zwart-wiet, ja. Zwart-wiet, nou, dan alle auto's maar staan litten. Oké. Ja. Dank u wel. Op naar het bier. Mooi. En wij willen... Talsman, bedankt hè, voor deze... Ja, Mike, dat is een leuk initiatief. We hopen... Ja, want dat is eigenlijk mijn slotpartier. Wij hadden dit als initiatief naam. Hans in het begin van deze jongzoon had.
Ik hoop hier dat het een beetje een wisselwerking best had in deze zaal. Hè. We proberen daar ook een wat verschillende dingen en natuurlijk actuele zaken in te pakken. Maar ook omdat we in een café zitten, dat het ook een politiek café is en dat we daar mooi mensen ook benaderen kunnen. Maar we worden door de onderop opname, dus dat helpt nog een keer om dat uitsturen te letten. Wij willen ook iedereen bedanken die hier jongens West had, maar namelijk de gasten die hier West had in de hoeken. En ja, dat hindert niks, hè? Je mag praten, want je bent in een café. Ik wil iedereen bedanken voor dit seizoen en ik stel nog voor dat we onder een hapje en een drankje, dat hapje weet ik net, Griffier, maar in ieder geval een drankje en dan even verder praten kennen. Bedankt voor je komst en misschien tot de volgende keer. Dank u wel. Your party, too sexy for your party. No way, I'm disco dancing.